Nou, vanmorgen inderdaad zijn 4 ambassadeurs aan bod geweest om hun geloofsbrieven te overhandigen aan president Santokki. Dit zijn de eerste 4, morgen weer 4. Vandaag is het geweest de Dominicaanse Republiek, Colombia. En we hebben ook van Namibië ontvangen, als ook van Turkije. Dus 4 ambassadeurs vandaag, morgen volgen er weer 4. Ja, en het is goed te gaan. Het is absoluut goed te gaan. Er is nadrukkelijk gesproken over het versterken van de relaties tussen al deze landen. Met sommige van deze landen hebben we enorm goede betrekkingen reeds. Daaronder valt zeker Colombia. Dat verder geïntensiveerd zou worden op basis van het bilaterale onderhoud welke president Santokki heeft gehad met president Duque in Glasgow. Aan marge van de meetings van de COP26. Maar ook met de Dominicaanse Republiek en met Turkije bestaande relaties. En die gewoon verder uitbouwen, verbreden, verdiepen. Met Namibië is heel interessant omdat we tot nu toe niet veel hebben onderhouden met Namibië. We zijn daarom ook nadrukkelijk aan het kijken op welke wijze die relatie verder inhoud gegeven kan worden. En om even één klein detail daaromheen te vertellen is dat Namibië staat bekend ook om als een land dat diamanten produceert, jarenlang dat al doet, decennia lang. En dus dat is misschien een mogelijkheid waar we wat samenwerking op kunnen bouwen in termen van de technologie en de methodiek van diamantmijnen. Maar dat is maar één aspect. Het kan ook op een stuk van de agrarische sector en op een stuk van toerisme. Maar het zijn allemaal niet residerende ambassadeurs. Dat klopt. Dat klopt. Vandaar dat ze ook hier zijn. En wij hopen natuurlijk met de geïntensiveerde buitenlandse betrekkingen dat ze vaker hier zullen zijn. En dat we dus inderdaad toch nog via deze relaties samenwerkingsverbanden opbouwen. Maar meer nog het land economisch ondersteunen met technische bijstand, maar ook met investeringen. Er zijn eigenlijk 17 ambassadeurs die wachten op een gelegenheid om een geloofsbrieven aan te bieden. Maar bij de voorbereiding hou je rekening met heel wat aspecten, waaronder de logistiek, de vliegtuigverbindingen. En in dit geval was het moeilijk voor 8 alvast een afspraak te maken met de president. En daardoor zijn deze 8 dus die onder andere in Brazilië zitten en in Port of Spain, Trinidad, en sommigen komen uit Washington D.C. Dus we zijn blij dat we deze 8 hebben kunnen accommoderen nu. De rest, de 9 anderen, zullen we binnenkort volgen.